Goedemorgen allemaal. Grote walvis. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ga jullie een beetje meenemen in onze ochtendroutine. Ik moet zeggen dat hij nu al heel anders verloopt dan normaal, want normaal is Danny er in de ochtend ook altijd. Maar die is nu eerder begonnen met werken. Dus we zijn met z'n drietjes. Ik ga straks eventjes ontbijtje maken voor Lorijn Jo. En dan gaan we aankleden. Lorijn een uniform hijsen. En dan ga ik Lorijn naar school brengen. Ontbeten. Maar dat ga ik denk ik doen als we Lola hebben weggebracht, want ik heb hem niet echt heel erg veel honger op dit moment. Laat je mama toch niet. Anders raak je de weg nog. Kijk. En dan heb je later spijt. Olifantje. Olifantje, ik zag je ooit. Kom, we gaan aankleden, jongens. Kom, Lo, we gaan aankleden. Even deze naar binnen gieten. Nou, hier beginnen we mee. Alleen Lola, de jurkje zit nog in de droger. Die was niet helemaal droog geworden. Kom Lo, doe ik je vast je blouseje aan. Jasje gelaten? Nee, ik heb geen jasje. Ben je er klaar voor? Ja. Gaan we naar school. Maar ik wil dan niet mijn tas meenemen. Die neem ik mee. Nee, dan moet je met de sleutel. Zo, Jootje, klim er maar in. Ja, en nu gaan we dus rijden, maar aan de andere kant van de weg en mijn stuur ook aan de andere kant. En ik moet zeggen, na, hoe lang zijn we hier nu? Anderhalve maand vind ik het nog steeds best wel spannend. Maar vooral omdat je dus ook moet schakelen en moet remmen en gas moet geven met je andere benen dan je normaal gewend bent. Dus dat is even wennen. Maar we zitten er klaar voor en we gaan naar school. Heb je zin in, Lo? We zijn inmiddels weer thuis. Ik ga jullie even ontbijten. Ik heb hier een bak met yoghurt. Met allemaal zaden, passievrucht erin. En nog één koffie. Decaf. En dan ga ik nu vlog kijken. En ik kijk maar één vlog van één iemand. Ik kijk van meerdere vlogs natuurlijk wel eens ooit. Maar één vlog van iemand eigenlijk die ik altijd kijk. En dat is van Anne Lotte. Van The Love Package heet zij. En zij woont in Uruguay. En zij heeft een beetje hetzelfde leven als wat wij hebben. Dus daarom vind ik het leuk om even naar haar vlogs te kijken. Dus dat ga ik nu even doen. Wel gemerkt hebben, wat ik ook gemerkt heb in de vlogs, en dat is dat het beeld af en toe een beetje wiebelig kan zijn. Dat vind ik zelf echt super irritant. Dus ik ga daar nu iets voor bestellen. Ik denk dat dat deze moet zijn. Ik ga even goed lezen en goed kijken of ik hiervoor wel de goede stand gebruik op mijn camera, want ik vind het zo ontzettend irritant dat jullie naar zo een beeld moeten kijken. Dus daar gaan we nu even wat aan doen.
Zo, Joe en ik hebben even geslapen en Paula was weer terug van school. En die heeft vandaag de Community Award gekregen. Ik ben helemaal buiten adem. Fijn, ik heb het hard lopen. Settling in en part... Hoe zeg ik dit? Participating? Participating. Zo. Enthousiastelijk. Jeetje. Nou, oké. In ieder geval, komt er zo meer. Dat ze overal zo cheerfully en enthousiast op reageert alle aspects of school. Dus we zijn super trots op jou, hello. Yay! In deze doos zit het wiegje die we naast ons bed kunnen zetten. Zullen we dat in mijn kamer doen? Dan slapen we met elkaar. Dat is toch leuk? Ja, de baby komt op jouw kamer slapen. Ja, wil ik graag. Weet je het zeker? Ja, maar je hebt toch al een vriend om te slapen? Ik heb al een vriend om mee te slapen, ja. Maar weet je, Arlo, baby's huilen heel veel, hè? Ze net zijn geboren. Dus dan word je wel de hele nacht wakker. Ja, maar dan zeg ik het gewoon. Wat zeg je er gewoon? Hou op, ga slapen. Zeg je? Nee, dan mag ze van mij al drinken. Oh, dat is lief. Want ze drinkt meestal water. Melk. Baby's. Ga jij dan een flesje maken voor de baby? Of zal ik dat dan doen? Ja? Daar had je nog niet over nagedacht, zeker. Zullen we hem openmaken? Ja, we gaan hem openmaken. Ga even een mesje pakken. Gewoon een papa, ja. Dank je. Nu moet jij huffelpapier. Dat moet wel in elkaar gezet. Wauw. Dat moet wel in elkaar gezet. Volgens mij is het echt super mooi, jongens. Maar hij moet wel in elkaar gezet. Ja, wie gaat dat doen dan? Papa. Laat me raden. Papa is de gereedschap, jongen. Papa is de gereedschap, jongen. Ja, dat klopt een beetje. Ook gereedschap in. Oh ja, ga jij papa helpen dan? Ja. Nou, jongens, dit is dan zeg maar dus de co-sleeper. En we hebben al een gewone wieg van stokken die ik kan laten zien. En die kan je uitbouwen naar een ledikant. Maar deze is dus echt maar om echt aan je bed te zetten. Even hier erbij zetten waar die van is. Dan kunnen jullie kijken. Lekker de billen in je beeldscherm. Ja. Ah, is echt mooi. Super mooi liefje. Vind jij het ook mooi? Ja, prachtig. Ik heb allemaal gereedschap. Super handig, zeg. Nou, timmer jij het wiegje even in ja, elkaar. Ja, jij het wiegje in elkaar. Maar papa mag ook. Oh, dat is lief. Ja. Zo, en ik ga ondertussen even mijn haar doen. Want we gaan zo meteen ergens eventjes wat eten. Hier in de stad. Bij bakken mama, denk ik. Want dat is gewoon en altijd lekker hier. Deze bakkenmama is lekker. Niet alle bakkenmama's zijn lekker trouwens. En de kinderen vinden het heel chill hier. En het is gewoon makkelijk om met kinderen sowieso heen te gaan. Dus laten we dat even gaan doen. Dus ik ga even mijn haar doen. Ik dacht, nu we hier toch zijn, kan ik nog mooi even mijn laatste baby aankopen laten zien. Wat had ik nou besteld? Kijken. Oh ja. Dit setje. Danny vindt het iets meer voor meisjes door dit touwtje. Dus ja, ik vind het wel gewoon kunnen. Maar goed, ik had deze nog besteld.
Plus One in the Family. Dit is een pakje van Nix Nut, volgens mij. Even kijken, ik moet allemaal nog wat wassen. Ja, Nix Nut. Hoort dit lekkentje bij. Wat had ik nog meer? Oh ja. Dit pak had ik besteld. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon een soort van, ja, onesie was voor in huis. Maar het is wel echt, zeg maar, voor naar buiten. Ik vond hem echt super leuk. Hij is van het merk wat ik nooit kan uitspreken. Kungsleut, volgens mij. Kungsleut. Geen idee of ik het goed zeg. Oh ja, en ik had dit pakje nog besteld. Deze is van, ook van Nix Nut, volgens mij. Ja, Nix Nut. Is allemaal maar 62. En het is echt super lekker zacht. Hele mooie kwaliteit. En ik had natuurlijk het hemeltje opgehangen. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel op Instagram voorbij zien komen. Ik had nog dit wollen dekentje besteld. Die is van Nobody Knows, volgens mij. En deze is ook van Kungsleut. Of ik het goed zeg, weet ik nog steeds niet. Corrigeer me als je het weet. Maar die zit verkeerd om, dus die moet nog even goed doen. Hier liggen nog wat nieuwe rompertjes. En hier had ik nog allemaal hydrofiel doeken. Van numero 74, zeg ik. Ja, het wordt eigenlijk in het Spaans, maar goed. Oh, deze moet ik niet laten zien. Hier staat de naam op. Dus dat. Oh ja, ik had hier nog wat van die swaddles besteld. Swaddles. Zeg, deze is echt voor uit bad. Deze is een wafel. Hele mooie ook. Ook van nummer 74. Die herken je altijd omdat er zo'n goud dingetje aan zit. En ik had er nog eentje, want mijn ervaring is daarvan, kun je er maar beter genoeg hebben. Dat is ook met zo'n hoofdje erop, zeg maar, waar je het hoofdje in kan doen. Ook van Nobody Knows. Je moet alles nog wassen, natuurlijk. Maar ja, dat waren nog wat aankopen. Hiervan, als tip kan ik meegeven, zorg dat je er zeker 3 hebt of zo. Want die gebruik je ook gewoon veel met voeden, als ze uit bad komen, als je lekker met ze op de bank gaan liggen. Ja, ik gebruik dus heel veel. Is hij goed zo, denk je, Lo? Ja. Ja, toch. Denk je dat de baby goed in kan slapen? Ja, want het is een klein dekentje. Beetje. Het is klein, hè? Ja. Oh, oh. Voorzichtig. Doe maar niet. Ja. Nog eentje. Ik hou hem tegen. Oh ja. Zullen wij even je schoolkleren uit gaan doen? Papa, daar ben je. Ik ben hier. We zijn klaar, denk ik. Ja. Nee, deze moet nog. Nee, die hoeft niet. Want weet je, ja. Die doen we dan naar beneden. En dan kan de baby toch een klein beetje bij papa en mama in bed slapen. Ja. Snap je? Ja, dat is ook zo. Ja, maar ik doe hem dicht als hij. Zo. Dan kan je toch de baby eruit halen. Ja, ja, dat kijk. Ook. En deze kan er ook nog voor. Dus die kun je ook nog daar doen. Als je wil. Ja, als je hem helemaal dicht wil. Ja, en hier is de deken. Toen jij een baby was, Lo. Dus liep je altijd op papa's buik. Ja. Dan vind ik het lekker liggen. Lekker hè? Ja. Oké, wat wil je aan? Zullen we dit doen? Dit mooie shirtje en dat mooie rokje. Nou, dat is een beetje te koud, denk ik, Poepie. Maar kijk, we kunnen bijvoorbeeld wel deze mooie jurk aan doen. Als een echte feestjurk. Ja! Is dat goed? Ja, dat is een echte feestje. Doen we dit vestje erbij, ja, als het wat kouder is. Ik hou van een beetje, het lijkt wel een beetje op een trouwjurk. Nou, zeg dat. En hij is prachtig. Dat is ook mooi glitter. Ja. Thank you.
nu te weinig eigenlijk. Mooi, hè? Yo, de boot nou! Hey, kijk, zie je. Daar komt de boot aan. Nou, jongens, ik dacht, laat ik jullie nog heel eventjes bijpraten over onder andere de verloskundige. Want daar krijg ik super veel vragen over. Het probleem is nog niet helemaal opgelost. Ik heb volgende week vrijdag, heb ik nog een controle bij hetzelfde verloskundige praktijk, zeg maar, waar ik nu ook was geweest de afgelopen keer. Voor de mensen die het gemist hebben, ik heb er niet de vorige vlog over gepraat, maar de vlog daarvoor. Over dat het me een beetje tegenviel hier in Engeland. Ik heb echt ontzettend veel berichtjes gekregen van iedereen. Nou, echt niet normaal veel. Ik denk meer dan 200 ongeveer. Ook mailtjes. En, nou, echt super lief. En ook van heel veel vrouwen die in Engeland zijn bevallen. Die echt alles herkenden wat ik zei. En dat vond ik voor mezelf gewoon heel prettig. Want je gaat ook aan jezelf twijfelen. Van stel ik me aan? Of ligt het aan mij? Of ja, en iedereen herkende eigenlijk wel wat ik zei. Dus dat vond ik zelf heel erg fijn. Maar goed. Ik heb dus nog één afspraak. En ik denk dat ik gewoon heel eventjes moet laten bezinken dat het hier nou eenmaal gewoon heel erg anders is. Het is natuurlijk het derde land waar ik in beval, maar tot nu toe mijn minst leuke ervaring met een verloskundige. En ik ga er dus nog wel één keer heen. Ik wil gewoon, dan krijg ik waarschijnlijk weer iemand anders en ik wil gewoon heel eventjes kijken hoe het dan gaat, of ik dan nog steeds datzelfde gevoel heb. Ik heb ondertussen ook net een independent midwife gemaild. Dus dat is zeg maar een verloskundige die dus op zichzelf werkt en niet bij, bij de NHS. Dat is zeg maar de grote zorg, hoe leg ik dat uit? Zorgmaatschappij die zeg maar alle verloskundigen, die zitten daarbij. Deze staat daar zeg maar los van. Dus die werkt echt voor zichzelf. Wat dus ook betekent dat je het zelf moet betalen. Maar heb ik dus een mailtje gestuurd, maar er zijn er geloof ik maar 2 of 3 in deze regio. En die zitten heel erg snel vol. Dus ik denk dat deze ook al helemaal vol zit. Ook omdat ik natuurlijk al een beetje aan het einde loop. Dus ik ga ervan uit dat ze geen plek voor me hebben. Mocht dit wel zo zijn, dan kan het alleen maar meevallen. Ik heb nu in ieder geval wel gewoon de zorg die ik nodig heb op dit moment. Dus ja, ik moet me gewoon een beetje bij neerleggen. Ik dacht ook nog van misschien kan ik nog eventjes naar het ziekenhuis gaan hier. Om daar te kijken hoe het daar is. Hoe de verloskundigen daar zijn of zo. Alles maar om mezelf een beetje moed in te praten. Of moeten geven voor de bevalling. Thuisbevallingen doen ze sowieso niet hier met corona. Behalve dus als je een independent midwife hebt. Ik hoop dat jullie mijn verhaal een beetje begrijpen. Het is lastig uitleggen als je zelf ook nog niet helemaal alles 100% begrijpt. Dus ik doe mijn best om het jullie zo goed mogelijk te vertellen. Maar ik zal waarschijnlijk wel eens een keer wat fout zeggen of verkeerd uitleggen of iets niet handig uitleggen. Maar ik weet het zelf ook nog niet allemaal heel erg goed. Ik zal jullie even mijn buik laten zien. Het is behoorlijk bol. Maar toch op een of andere manier heb ik niet heel erg het gevoel dat deze baby heel groot is. Dat zegt de verloskundige wel. Maar op een of andere manier zegt mijn gevoel dat het dus wel meevalt. Ik weet niet waar ik dat op baseer hoor. Gewoon een gevoelsdingetje. Ik ga deze vlog nu ook gelijk even afsluiten. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. En doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Ik wilde zeggen, laat een reactie achter of als je een vraag hebt, stel die in de comments. Maar die staan steeds bij mij uit. Daar kan ik helaas niets aan doen. Ik vind het zelf ook super jammer, maar ja, dat bepaalt YouTube. Ik ben al lang blij dat mijn video's er nu eindelijk op blijven staan. Ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!